Mijn absolute favoriet qua films is een film waarin heel veel gewacht wordt. Waar weinig tekst in gesproken wordt en waar heel veel beeldvullende close-ups in te zien zijn. Close-ups van Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson en Henry Fonda. Het is een film uit 1968 van Sergio Leone. Ik heb het over Once Upon a Time in the West. Sergio Leone was bekend geworden door zijn dollar-trilogie, Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, and The Good, the Bad and the Ugly. Dat waren alle drie films met Clint Eastwood in de hoofdrol. Hij is daarna nog gevraagd om The Godfather te regisseren, maar daar heeft hij nee tegen gezegd. En eigenlijk heeft hij daar tot zijn dood toe spijt van gehad. Hij heeft 7 films op zijn naam gezet en wordt toch gezien als de regisseur die heel erg bepalend is geweest voor de filmgrammatica. Dan moet je denken aan de opbouw van de film. Die was nogal revolutionair, evenals de cameravoering. Hij was de regisseur met de gezichten als landschappen, zoals hij ze zelf noemde. In het geval van Charles Bronson is er dan meer sprake van een maanlandschap. Hij wisselde extreme totaalshots af met die eerder genoemde close-ups. En die totaalshots die eindigden vaak in een razendsnelle afrekening met echt heel veel geweld. Dan natuurlijk de filmmuziek van Ennio Morricone. Echt heel erg mooi. Hij laat de muziek beginnen precies op het juiste moment en hij laat de muziek stoppen op precies het juiste moment. En ieder acteur in de film heeft zijn eigen deuntje. En de film zelf moet meer hebben van zijn stilistische vormgeving dan van de verhaallijn, want die is nogal dun. Het gaat om Jill, gespeeld door Claudia Cardinale, die haar man en zijn kinderen dood aantreft op de dag dat ze bij hem in zou trekken. Zij gaat op zoek naar degene die dat op zich geweten heeft. En ze wil ook weten waarom haar man nou precies op die plek een station wilde bouwen. Ze wordt daarbij geholpen door Cheyenne. Die wordt gespeeld door Jason Robards en harmonica man Charles Bronson. De schurk in de film is Henry Fonda. Blue Eyes wordt hij genoemd. Frank heet hij in de film. En het plot is op zich wel goed. De film heeft geen goed einde, maar wel een bevredigend einde. En het wordt duidelijk waarom harmonica man zo'n hekel heeft aan Henry Fonda. De film duurt 3 uur. Dus als je 3 uur wilt onderdompelen in de beste spaghetti western ooit, dan moet je zeker Once Upon a Time in the West gaan zien. En ik weet zeker dat je hem nog een keer zult willen zien. En misschien nog wel een keer.